mijn naam is Roy. Ik ben werkzaam bij een grote tegelfabriek in Maastricht. En naast mijn werk ben ik al 24 jaar vrijwilliger bij de brandweer in Meersen. Hallo, ik ben Kirsten Blom. Ik werk bij Mick Kinderopvang, daar doe ik de financiële administratie. En daarnaast ben ik ook vrijwilliger bij de brandweer. Ik ben John Tilly, veiligheidskundige bij een industrieel bedrijf. En daarnaast vrijwilliger bij de brandweer. Sorry, uitbraak. Deze kazerne is overdag niet bezet, is gewoon leeg. En wij hebben allemaal een pieper en wij worden opgeroepen hier om naar een ongeval of een brand of een hulpverlening te kunnen komen. Nou, mijn motivatie om bij de vrijwillige brandweer te komen voor Meersen is de burger te helpen. Zij zijn altijd blij als wij met onze rode auto verschijnen. Ik ben eigenlijk altijd heel erg gefascineerd door de hulpverlening. Ik vind het heel mooi als je iets kunt betekenen voor mensen en dieren in nood. Plus, je kunt ook zelf bij je lekker fysiek bezig. Dus in mijn ogen is het gewoon een win-win situatie. De dingen die je doet, ja, daar staat gewoon een vergoeding voor terecht. Zowel in de uitdruk als de oefeningen als de opleiding. Eén persoon bekneld, verdere gegevens ontbreken nog. Ter plaatse 3 en 4 met de bevelvoerder schouwen voor een veilige situatie ter plaatse. Opleidingsniveau, zowel vrijwilliger als beroeps, is identiek. Er zit totaal geen verschil in. Wij zijn er trouwens niet alleen maar voor de brand, wat heel veel mensen denken, maar ook zijn wij bij verkeersongevallen, incidentbestrijding gevaarlijke stoffen, stormschade, waterongevallen en nog meer incidenten. Nou, wil je in een geweldig team werken, dan zou ik zeggen, kom erbij. Een betere bijbaan kun je je niet veroorloven.